hier komt het verhaal van mijn menongeluk. En Betty en Nathalie gaan het doen en die hebben een heel leuk idee. Ik hoor net dat we het bos ingaan. Ja! Vanuit jullie zien het maar aan mijn gezicht. Ik vind het zo ontzettend fijn. Deze vlog die opent net zo chaotisch als de hele week gaat. Want we zijn hier op de zorgboerderij vol druk bezig met de voorbereidingen van de fair. Als deze video online komt, dan is de fair al bezig. En dan is ook het moment dat wij hier ponyritjes lopen te doen met verschillende ponies en paarden. Lodi zal natuurlijk niet meelopen. Maar vanmiddag zou het zo gaan. We zouden eerst lekker met Polly gaan mennen. Die staat ook al lekker gepoetst te worden. En dan aan het einde van de middag zou Petra Lodi lekker gaan masseren. Lodi en Vive hebben we nog niet weer geprobeerd onder het zadel. Die geven we nog eventjes rust. Volgende week komt de tandarts. En dan als de tandarts is geweest, dan gaan we Lodi proberen weer op te pakken. En daarom zei Petra, nou, ik wil Lodi wel lekker een massage geven. Dat zou dus aan het einde van de middag zijn, maar er viel een lesklant uit. Dus die is nu al lekker bezig. Daarom gaan wij dus later deze middag mennen, maar dat ga ik allemaal voor jullie vloggen. Polly krijgt nu dus een hele uitgebreide poetsbeurt. En dan is het straks lekker mooi om te gaan mennen. En de dames gaan allemaal gezellig mee natuurlijk. Het is heel druk op het erf, want er moet van alles opgeruimd worden en netjes gemaakt worden. En morgen op donderdag komen alle kramen in de binnenbak die zullen opgesteld worden. Maar ja, als jullie dus deze vlog zien, dan kunnen jullie nog besluiten om naar de fair te komen. Want deze vlog komt zaterdag om 8 uur online. En even denken, om 10 uur begint de fair zaterdag tot 2 uur 's middags. Dus, of was het 4 uur? Ik zal de flyer nog even plaatsen. Maar dan kunnen jullie dus er nog voor kiezen om te komen. En wil je nou nog meedoen met de winactie? Dat kan ook nog. Dan moeten jullie even de short kijken die ik afgelopen woensdag heb geüpload. Afgelopen week was ik op mijn fietsje hier naartoe aan het fietsen. En toen kwam ik langs een huis waar een grote willig geknot werd. En ik heb toen op mijn fietsje, echt waar, ik heb toen op mijn fietsje een boomstam meegenomen. Die staat nu hier in de bak. Naast het karretje heb ik hier een bak staan met allemaal takken van een willig. En deze hele grote tak die jullie hier zien, die heb ik op mijn fietsje meegenomen afgelopen week. Ik hoop dat die wortel gaat schieten, want dan kunnen wij een heuse treurwillig gaan planten van het voorjaar. Ook ben ik vanmorgen weer langs gereden met de auto deze keer en heb ik heel veel takken meegenomen. Die we nu lekker over de stallen gaan verspreiden. Nathalie heeft net hier in de stal van Polly en Naira al een bosje opgehangen. En ook de stal van JD hangt al wat. En de stal van Vive hangt al wat. En hier wordt Polly lekker gepoetst. Wij staan hier voor het konijnenhok, want de konijnenhokken moeten ook even leuk gemaakt en schoongemaakt worden voor de fair. En Betty en Nathalie gaan dat doen en die hebben een heel leuk idee. Dus wij gaan eens even kijken wat ze allemaal gaan doen. I have a kitten to cuddle. En Aljon vindt hem ook lief, hè Aljon? Ik vind hem altijd lief. Nou, dames, schiet al lekker op, hè? Ja. Hé, maar wat is jullie plan nou? Nou, dat hier steen komt om hun nageltjes zo af te scherpen. Ja. Te slijten bedoel ik. En dan daar komt dan een vlas, een zachte gedeelte. En dan hier zo wat boomstammetjes. Waar ze hem ook nog overheen kunnen. Mama! Wat leuk! Nou, ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Maar dan maken jullie die klus even gauw af. Dan ga ik Polly even inspannen. En dan gaan we even een ritje maken. Petra is lekker klaar met Lodi masseren en ik ga Polly nu even intuigen en het karretje even klaarzetten. En dan gaan we nog even gauw een ritje maken. Ja, daar gaan we weer, Polly. Ja, daar gaan we weer.
Dit is je hoofdstel. Dan moet je het schafje even om. Helemaal ingetuigd en daar gaan we dan. Davina heeft de leidsels vast en ik zal zo Polly van voren vasthouden. En dan gaan we lekker even een wandelingetje doen. Miranda gaat ook lekker mee met Betty en Nathalie. Hartstikke gezellig. Oh, sorry Polly. Nou, daar gaan we dan. We zijn het erf af en Polly loopt lekker door. Ik vind het altijd wel lastig om in te schatten of ze nou echt leuk vindt of niet. Maar goed, ze loopt wel flink door en Miranda loopt voor ons. Vinden jullie het leuk? Ja. Ja. Nou, ik hou er nog wel vast hoor, want ik vind het echt een beetje te spannend. En ik had jullie natuurlijk ook nog beloofd om mijn menongeluk verhaal te doen. En dat ga ik straks doen als we terug zijn. Dan ga ik even rustig de tijd voor nemen om dat rustig op een statief te vertellen. En niet zo al lopende. Ik doe nu ook de camera weg. Want ik merk aan mezelf dat ik dit toch wel spannend vind. Dus ik doe de camera even weg en dan kan ik me volledig concentreren op Polly. En op mijn lieve kindjes die in de kar zitten. Want dat is natuurlijk wel mijn kostbare bezit. Dus tot straks. Leuk al, Jan. Ik hoor net dat we het bos in gaan. Ja! Ja! Wel een mooie sprong, maar niet handig voor katjes. Nathalie heeft een paar leuke beelden voor jullie gemaakt. En nu houdt Aldo ook de tegels even vast. Spannend hè, Aljon? Nou, niet spannend. Het ging echt super goed. Het enige wat ik wel spannend vind, is dat Polly eigenlijk liever wil draven dan dat ze stapt. En ik vind dat zelf een beetje spannend, nu doet ze het weer. Omdat ik niet weet of ze nou echt wil gaan rennen. Of omdat ze gewoon enthousiast is en lekker wat harder wil gaan. Dat weet ik niet. Nou, Aljon krijgt een lesje van zijn grote zus. Nou, dit wordt echt vaker gedaan, had jullie zien het maar aan mijn gezicht. Ik vind het zo ontzettend fijn. De dames tuigen Polly even af en ik zal het mengkarretje even op een ander plekje zetten, zodat ik even het verhaal aan jullie kan vertellen. Het is al wel een beetje donker hier in de schuur, dus ik moet even een goed plekje opzoeken. Kijk hoe leuk ze dit hebben gemaakt. Dit is trouwens het konijnenhok geworden. Hiervoor is gewoon de tegels en dan een rijtje boomstammen waar ze lekker overheen kunnen lopen. En dan daar achterin, dat is gewoon vlas. Dus daar kunnen ze heerlijk zacht zitten.
Aljon is even lekker een koekje aan het eten achter in de kar. En ik zit nu ook op de wagen. En deze keer niet met een pony ervoor, want dat vind ik dus nog te spannend. Hoe is dat nou gekomen? Hier komt het verhaal van mijn menongeluk. Zo'n 3,5 jaar geleden hadden wij een pony. 3,5 jaar zeg ik. Naira wordt in januari al 5. Nou, de precieze tijd weet ik niet meer. Maar een aantal jaren geleden hadden wij een pony, Zalanka. En Zalanka is de moeder van Naira. En Zalanka kon heel leuk voor het wagentje lopen. Wij hadden toen de tijd een marathonwagentje. Dat is iets anders dan deze. Een marathonwagentje is meer een beetje een sportuitvoering. En we hadden een sulky. En een sulky is een karretje met twee wielen. Daar zit je dus eigenlijk zo op als één persoon. En je kan er ook met z'n tweeën op, maar idealer is alleen. En dat karretje heeft dus twee wielen, dus dat zweeft echt achter de pony. Met Zalanka deden we heel veel in op het marathonwagentje mennen. Maar op een ochtend ging Yolanda op Joy rijden en ik ging met Zalanka achter haar aan met de sulky. En we maakten een leuke bosrit. Nu was het zo dat dat altijd heel goed ging. Dus zo ook deze keer gingen we gewoon op pad. En op een gegeven moment waren we in het bos en er was al de hele tijd een beetje spanning. En waarom wisten we eigenlijk niet zo goed. Maar Joy was ook een beetje gespannen. Joy liep voorop en ik ging er achteraan met de sulky. Op een gegeven moment, na een tijdje in het bos, was er opeens blinde paniek. En Zalanka die ging van het pad af. Die rende dwars door het bos heen. En de sulky achter haar aan natuurlijk, want je zit vast. De sulky is toen... Ik zat in de sulky en de sulky ging toen heel hard heen en weer natuurlijk. Ik ben toen de sulky uitgevlogen en Zalanka is verder gerend met de sulky achter haar aan. Heel diep het bos in en gelukkig heb ik zelf er niets aan overgehouden. Ik ben wel heel hard gevallen toen, maar ik was niet buiten bewustzijn of wat dan ook. En ik was bij machten om achter Zalanka aan te gaan en uiteindelijk hebben we haar gelukkig te pakken gekregen. Maar het was wel een hele enge en nare ervaring. En daarna hebben we Zalanka te pakken gekregen. En gelukkig had ons tuig snelsluitingen. Dus we hebben Zalanka heel snel uit van de sulky kunnen verlossen. Zodat ze los van de sulky was. En de sulky was ook helemaal kapot gebogen. En Zalanka was heel erg in paniek. En zo erg in paniek dat ze eigenlijk bewusteloos raakte. En we een tijdje later haar pas hebben kunnen meenemen. We waren heel erg geschrokken, Yolanda ook. En de terugweg was Zalanka ook één brok angst. En elk klein geluidje of piepje schoot ze weer helemaal in paniek. Dat is dus een beetje het verhaal van mijn menongeluk. Wat er precies is gebeurd, wat ze hebben gezien of geroken, dat zullen we nooit weten. Maar het was een hele heftige ervaring en daarna... heb ik eigenlijk nooit meer durven mennen. Ook Zalanka trouwens niet. Zalanka hebben we wel later weer geprobeerd. Zachtjes aan op te bouwen. En ook weer voor de marathonwagen geprobeerd. Maar uiteindelijk had ik geen vertrouwen meer in haar. En zij durfde ook helemaal niet meer bij de wagen in de buurt te komen. Ze raakte gelijk helemaal in paniek als ze dicht bij de wagen kwam. En toen heb ik besloten om Zalanka te verkopen. En Zalanka is naar een hele lieve mevrouw gegaan, die heel goed voor haar zorgt en daar ben ik hartstikke blij mee. En ik heb toen ook besloten om al mijn mensspullen te verkopen. Ik had nooit gedacht dat Polly weer voor het wagentje zou kunnen. Maar het gaat nu zo supergoed met Polly, haar gezondheid, dat we dit dus wel weer oppakken. En ja, dat is gewoon echt een cadeautje, ik kan het niet anders zeggen. Maar al mijn oude mensspullen heb ik dus toen de tijd verkocht. Omdat ik echt dacht dat ik nooit meer zou gaan mennen. Omdat ik het gewoon veel te spannend vond. Later hebben we nog wel een tuig gehad dat we op Stacy hebben geprobeerd. Maar toen ervaarde ik gewoon, we hadden Stacy een tuig gezet. En Stacy was ook een menpaard. Maar we deden het tuig bij haar om. En ik had gelijk echt zweet in mijn handen. En toen dacht ik echt, nee, dit gaat hem niet meer worden. Dus het mennen hebben we echt... toen vaarwel gezegd, totdat dit karretje dus voorbij kwam en ik dacht, we gaan Naira beleren. En toen ben ik eigenlijk heel voorzichtig aan, dus weer aan het idee gaan wennen. Het karretje, zoals jullie weten, staat er ook al een jaar. Maar dat is dus ook wel de reden waarom ik het voor mezelf zo langzaam doe, omdat ik het zelf gewoon heel erg spannend vind.
En nu ook met Polly. Ik loop er liever gewoon nog lekker een tijdje naast. Zodat ik Polly kan vertrouwen. En ik weet, met Polly heb ik dat Menno-ongeluk niet meegemaakt. Dus ik denk ook niet dat Polly gekke dingen zal gaan doen. Want vroeger heeft Polly ook voor de wagen gestaan. En dat was wel zo'n wagentje. En daar hebben jullie al een kort stukje film van gezien. Toen waren wij nog niet actief op YouTube. Dus ook niet heel veel aan het filmen. Dus daar is gewoon ook niet veel beeldmateriaal van. Maar Polly kan heel goed voor het karretje. En dat hebben we dus in het verleden heel vaak gedaan. En nu, nou ook deze rit, ze heeft echt geen kucheltje gegeven. En ja, het enigste, hij begint te zuchten. Ik ben een beetje klaar mee met mama de vrouw. Ja hè? Maar ja, we gaan gewoon heel rustig aan met Polly doen. En kijken wat ze leuk vindt en wat ze aan kan. En ook dus wat ik aan kan. Maar nu hebben jullie dus mijn men-ongeluk verhaal gehoord. Als je nog vragen daarover hebt, mag je gerust stellen. Maar ja, het is dus eigenlijk in een flits en een seconde gebeurd. En ja, veel meer is er ook niet over te vertellen eigenlijk. Dan dat het een hele heftige ervaring voor mij is geweest. Dus bij deze het verhaal van mijn men-ongeluk. En op naar heel veel veilige kilometers met dit wagentje. Alle stallen zijn voorzien van lekkere verse wilgetakjes. Zoals hier ook lekker bij Vive. De dametjes zijn nog even lekker bezig met de stal opruimen. En daar nog met het laatste konijnenhok. Ik vind het mooi geweest. Ik ga lekker naar huis. En bij deze ga ik de vlog ook afsluiten. Want ik denk dat die lang genoeg duurt. Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En als je nog kan komen, kom dan nog even vanmiddag naar de fair. Doei!